Hoe is het, burgemeester, om hier te staan als kersvers burgemeester en niet uw voorganger Claude van Marke? Ja, dat is heel moeilijk voor mij. Want tenslotte van rekening, ja, moest Claude van Marke hier staan hebben natuurlijk. 20 september is hij overleden. Claude van Marke was niet alleen de burgemeester voor mij, was ook mijn beste vriend. Waar ik dagelijks mee op stap ging. Waar ik dagelijks vele problemen mee opgelost heb, maar ook veel plezier mee gemaakt heb. En dat is voor mij keihard om hier te staan. Met een dubbel gevoel sta ik hier nu in de plaats van Claude van Marke. Mm-hmm. U was de man van de praktijk en Claude van Marke die van de theorie. U was toch degene die concreet, praktisch op pad alles oploste, hè? Alles oplossen is veel gezegd, ja. We hebben veel problemen opgelost, maar Claude stuurde mij overal heen. Overal waar ik een probleem kon oplossen, in samenspraak met Claude, was dat perfect. Want Claude kende al de problemen op de gemeente. En ik was natuurlijk de man van de praktijk. Ik heb er veel, of nog altijd, steek ik daar enorm veel tijd in. Met de mensen gaan praten. Met de mensen praten kunnen al veel problemen oplossen. Ja, met de mensen praten en soms zelf met de schop in de hand of zo van die dingen? Dat gebeurt wel, dat gebeurt wel. Zoals? Ja. Dat gebeurt wel. Het 's nachts, wanneer dat er ergens problemen zijn, wil ik niet direct mijn mensen wakker maken die aan de gemeente werken. En dan zou ik wel zelf op stap gaan om een probleem op te lossen. Geef eens een voorbeeld van zo'n probleem. Ook tijdens de strooiwerken. Bijvoorbeeld zoutstrooien bij ijzelbestrijding. De bulldozer van de gemeente is defect. Dan gebruik ik mijn bulldozer en dan ga ik de strooiers gaan laden op de depot van de gemeente. U heeft zelf een bulldozer? Ja. Dan woont u in een megagroot huis? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Nee. Verre van, dat heeft niks te maken. Een bulldozer met een huis heeft niks te maken met elkaar, denk ik. Nee. Heeft dat dan met uw beroep te maken? Dat ja, u ernaast doet? Ik ben aannemer, ja. Oké. Ja, jullie hebben een coalitie met meerdere partijen, hè? Ja. Daar, wat sowieso al niet makkelijk is. En nu dat Claude van Marke gestorven is, vreest u niet dat een beetje zal verbrokkelen? Dat horen we toch bij heel wat inwoners. Hij was toch een verbindende figuur? Claude van Marke was de bruggenbouwer. Inderdaad, niemand anders dan Claude van Marke kon zo'n coalitie samenhouden. Claude was de bruggenbouwer tussen iedereen, N-VA, CD&V, VLD, iedereen. Maar ze hebben mij beloofd dat ze het laatste jaar van de legislatuur allemaal redelijk braaf gaan zijn. Dat ze allemaal gaan meewerken. Mm-hmm. Oké, dat is al fijn voor u. Ja. Want ja, wat wil jij nu nog, of wat wilt u beter? Want ik moet, ja, u bent toch de burgemeester, hè? Wat wilt u nog realiseren voor oktober? Wat is uw prioriteit? Realiseren voor oktober is voortdoen zoals Claude het gedaan heeft. Want we hebben veel op touw staan in Anzeghem. De afgebrande kerk zou moeten kunnen gestart worden. Voor de realisatie van de afgebrande kerk moeten we dringend overeenkomst hebben met aannemers. Dat zal nu heel binnenkort starten. Mm-hmm, ja. We hebben ook het zwembad. Wacht, inderdaad. Laten we het eerst even over die afgebrande kerk hebben. Ja. Hè. Sommige mensen maken zich een beetje zorgen. Jeroen bijvoorbeeld maakt zich een beetje zorgen over de invulling van die kerk. Het zou een multifunctionele kerk worden. Maar, zegt hij, 2/3 van die kerk die wordt opnieuw gebruikt voor een gebed. 1/3 voor een gemeentehuis, een echte cultuurstek of echt veel plaats voor cultuur zal er dan toch niet zijn. Dat is toch een gemiste kans. Ja, maar toch wel. Het gedeelte voor de kerk zal ook kunnen ingericht worden als cultureel gebied. We gaan er ook kunnen tentoonstellingen geven. Dat wordt wel in overeenkomst met de kerkraad gerealiseerd. De kerk is zodanig ingedeeld dat het kerkelijk gedeelte voor meerdere doeleinden kan gebruikt worden. Oké. En u zei het er net al, maar wanneer starten? Wat zijn de concrete plannen nu voor de toekomst? De concrete plannen zijn dat we dit jaar nog kunnen starten aan de verbouwing van de kerk. Ja. Oké, goed. En dan is er dat zwembad, hè? Dat is ook Claude van Marke die dat nog mee heeft gerealiseerd, het feit dat dat er komt? Inderdaad, Claude van Marke samen met het Schepencollege en de hele gemeenteraad, maar ook de gemeenteraad van Deerlijk, is op de kar gesprongen en hebben de twee Claudes, Claude Kroes,
burgemeester van Deerlijk en Claude van Marke, mm-hmm. wel de eerste stappen gezet om samen te werken om een zwembad. Dat zwembad zou ook opgestart worden in september dit jaar. Het zwembad komt in Vechten aan de feestzaal De Stringen. Mm-hmm. Ja, en in september beginnen jullie met de bouw daar. Ja. Oké. Goed, ja, fusies. Dat woord is hier al verschillende keren gevallen. Nu kunnen gemeenten nog vrijwillig fuseren, binnenkort niet meer. Is het een ideetje nu jullie toch al zo'n gemeenschappelijk zwembad bouwen en met Deerlijk en ook een brandweerkazerne? Gaan jullie binnenkort fuseren met elkaar? Daar is nog niets over gezegd, maar toch, de ideeën doen wel de ronde. En we zijn ervoor te vinden, misschien wel voor met Deerlijk en nog andere gemeenten, want Deerlijk erbij zal nog te klein zijn. Andere gemeenten kunnen ook nog fusioneren, maar dat is natuurlijk voor de volgende legislatuur. En andere gemeenten, over welke gemeenten misschien gaat Avelhem, dan? Misschien Avelhem, misschien Wortegem-Petegem, want we mogen grensoverschrijdend gaan. Wortegem-Petegem is Oost-Vlaanderen, maar blijkbaar mag het met iemand van Oost-Vlaanderen ook fusioneren, dat kan. Mm-hmm. Oké, goed. U bent net begonnen als burgemeester. U heeft de eed afgelegd, hè? Ja. En? Hoe was dat? Dat is goed meegevallen. Dat is heel kort. Veel valt er niet over te zeggen. Vorige week vrijdag, heb ik de eed afgelegd bij gouverneur De Caluwe. In Brugge natuurlijk. En dat is goed afgelopen. Burgemeester niet, gouverneur De Caluwe, heeft mij gerustgesteld. Hij zegt, als je problemen hebt in Anzeghem, doe maar een telefoontje. Ik ben er voor u te helpen. Oké, goed. En dan is het de bedoeling dat na oktober dat u zich ook kandidaat stelt om terug burgemeester te worden? Zou u dat zien zitten? Ja, ik stel mijn kandidaat. Kijk eens recht in de camera en zeg dat eens recht in de camera. Stelt u zich kandidaat? Ja, ik stel mijn kandidaat burgemeester. Absoluut. Goed. Oké, fantastisch. Burgemeester, u mag even op de witte stip gaan staan. U mag u ook eens draaien naar mij toe. Kijk maar naar mij. Ja, dat is de camera boven in het hoekje. Dat ben ik. Ja. En kijk maar en draai maar een beetje. Draai maar. Zo, voilà. En kijk maar diep in mijn ogen. Dat mag je voor één keertje. Dat doe ik graag. Oké. Het is een burgemeestersmarathon. Dat betekent dat u ook een beetje moet zweten. Hè? Anders gaat dat niet. Daarom ga ik u enkele vragen stellen. Geen vragen, zinnen eigenlijk, die u moet aanvullen. Hè? Ja. Dus vul die gewoon aan. Je krijgt daar een minuut de tijd voor. En de minuut gaat nu in. Ik luister naar Radio 2 omdat... Omdat het interessant streeknieuws is. Mijn rapporten op school waren... Redelijk goed. Mijn slechtste karaktertrek is... Ja, kort van karakter ben ik nogal, ja. Wat bedoelt u daarmee? Ja, ik kan nog opvliegend zijn. Als het nodig is, ben ik nog opvliegend, ja. Oké, goed. Uw beste karaktertrek is... Met de mensen goed kunnen praten. Oké, in de frituur bestel ik... Natuurlijk frieten, maar ik ga heel weinig naar de frituur. Waar eet u dan wel? Thuis, nogal veel thuis. Kookt u zelf? Nee, absoluut niet. Mijn vrouw is de beste kok die ik ken. Wat is uw lievelingsgerecht? Rosbief met frietjes. Mijn vrouw vindt mij... Dat zou ik me vragen aan mijn vrouw. Maar mijn vrouw vindt mij, ik moet eerlijk zeggen, ik moet mijn vrouw bedanken dat ik mag burgemeester worden. Want een burgemeester in huis hebben is niet alles. Dat is waar. Toen ik nog jong en knap was dan? Dan? Hoe bedoelt u? Toen ik nog jong en knap was, dan wat deed u dan? Bent u ooit jong en knap geweest? Veel op zwier gaan. Ik heb een goed jong leven gekend. Ik heb nogal goed de weg gekend naar alle festiviteiten. Oké, goed. En dan kunt u dat misschien nog verzilveren met een volgende burgemeesterschap. Dikke dankjewel voor deze babbel.